Shadi Fazi in de eerste ronde. Beelden uit het nieuws van de afgelopen week met de vraag: waar gaat het over? Voor Peter en Richard. Nou, de puinhoop van de Amsterdam Arena. Maar dat zeg je, ja. Ajax. Oh, ja, toch Ajax. Is dat een stiel? Ja, of het lijk van Mislintat wordt hier nog verbrand. Gemeen. Ja. Nee, toch dat stiel. Hier wordt alle asbest lekker naar de bewoners geblazen. Dit is een kinderspeeltuin. Zorgen voor morgen. Ze heeft er wel de best op gedaan. Oh ja, met die sneeuwwitje actie in die kist. Leg ze uit. Ja, daar zijn ze als een soort protest met een sneeuwwitje in een kist in een optocht door de stad gegaan. Maar waar het protest nou precies tegen was, weet ik niet meer. Nee. Nou, dus... ik heb begrepen altijd dat je van PFAS, dat je belemmert in de groei. Dus dat zijn dan die zeven dwergen, denk ik. Ja. Ja. Ik begin me opeens af te vragen, maar ik ben verwekt in de buurt. In het hoofdkwartier van Tefal. Oh ja, in de pan. Nee, maar met dat spul in de pan, dat die aanbak laagt, dat is nou opeens niet meer goed. Nee. Ik heb net echt een nieuwe pannenset. Het is echt, ja, ik denk, laat maar komen dan, die buikroom. Echt waar? Gewoon. Ja. Weet je, laten we even die rapporten vergeten, laat het hier even over hebben. Even over mijn nieuwe pannenset. Ik heb net een nieuwe pannenset, jongens. Nee. Maar daar gaat het toch ook over? Ja, het is, ik weet niet of hoe je het uitspreekt, gemoers. Gemoers? Dat is eigenlijk DuPont. Dat is een... schandalen, dat is een film Dark Waters. Op waar gebeurt het verhaal, dat is echt vernietigend. Mm. Hoe ze altijd al wisten dat iedereen ziek was. En wat ze dan doen, vind ik ook zo goed. Oké, we hebben allemaal miskramen veroorzaakt, et cetera. We veranderen de naam, gaan lekker door. Ja. Dat is gewoon wat hier gebeurt. Het begint juridisch ook weer een nieuw hoofdstukje, want dat heet je anders. Dus dat zijn allemaal hele rare constructies. Waarom begonnen we met Tata Steel, weet iemand dat? Voor mij zijn de mensen die daar wonen, zijn best wel pro Tata Steel. Omdat iedereen werkt daar. Ah, ja. Iedereen weet ook, we worden ziek, maar... Ja. Want dat lees ik in de krant, dat zegt, ja, maar ze geeft wel heel goed pensioen. Dan denk ik, ja, hè, want je leeft maar heel kort. Ja. Ja. Zo kan ik het ook. Ja. Nee, maar een paar weken geleden heb ik natuurlijk Mark Rutte, de man wiens imitatie ik echt jarenlang geprobeerd heb onder de knie te krijgen, is eindelijk gelukt, gaat hij weg. Maar er was een avond over duurzaamheid en over de leefomgeving en de toekomst van Nederland. Nou, daar was Mark Rutte ook. En het was gewoon weer Mark Rutte, hey, fantastisch, geweldig, hartstikke leuk. Die heeft een soort positiviteit, die man. Dat is ongelooflijk. En op een gegeven moment zei hij ook van... Nou, wij in Nederland, wij hebben gewoon de hoogste benzineprijzen van heel de wereld. En ik echt zo, yes, dacht ik. Dat was even één moment. Dat zijn wij. Ik denk, dat is eigenlijk helemaal niet goed. Maar toen ging het... Dus het ging ook over Tata Steel. En inderdaad, het argument van de politiek is altijd... Ja, maar ja, als wij die fabrieken... Dan gaan ze naar het buitenland. En dat zei hij ook. Hij zei, ja, we willen niet dat Tata Steel weggaat. Want ja, dan gaan ze in het buitenland vervuilen. Dan denk ik, nee, ze moeten hier vervuilen, inderdaad. Die ging er helemaal mee. Dat vind ik zo'n dom argument. Van, dan gaan ze weg. Ja, dan gaan ze weg. Waarom, maar dat argument wordt nooit gebruikt bij kinderarbeid. Van, ja, laten wij het maar doen, anders gaan ze het in Bangladesh doen. Ja, maar dat is toch precies dezelfde idioot. Ik ben het helemaal met je eens. Dat is een achterlijk argument. Ja, dan trekt die fabriek weg. Dat je, nou, dat wil ik wel eens zien. Nee, maar... Dan gaan we met z'n allen naar IJmuiden. Gaan we kijken hoe iemand die fabriek op een aanhangwagen richting het Roergebied gaat rijden. Ja, toch? Aan de kant. We gaan weg. Toet, toet. Toet, toet. Ja. Het RIVM heeft voor het eerst de directe relatie tussen de uitstoot van Tata Steel en de gezondheidseffecten voor de omgeving aangetoond. De levensverwachting van omwonenden blijkt hierdoor 2,5 maand korter te zijn. Ook Gemoers, een chemische fabriek in Dordrecht, ligt onder vuur vanwege de uitstoot van PFAS. Vorig jaar stelde het RIVM dat voedsel uit omliggende moestuinen daar niet gegeten kan worden vanwege die giftige stof. Het is echter moeilijk om juridisch in te grijpen, omdat deze fabrieken zeggen zich aan de wet te houden. Gisteren is hier een stap ingezet. De rechter heeft Gemoers aansprakelijk gesteld voor de schade die gemeenten in de omgeving in het verleden hebben geleden door die vervuiling. Ruim 1400 omwonenden van Tata Steel eisen nu een schadevergoeding. Voor het bedrijf kwam die claim als een totale verrassing. Daar gingen ze ervan uit dat alle omwonenden inmiddels wel dood zouden zijn. PFAS zit in de anti-aanbaklaag van pannen. En dat is me goed ook, want als je eten aanbrandt, kan je daar kanker van krijgen. Veel kinderen willen in Dordrecht wonen, omdat ze hebben gehoord dat je daar je groenten niet op hoeft te eten.
Er is een hoop kritiek op bedrijven, maar een slechte gewoonte veranderen is nu eenmaal moeilijker dan je denkt. Roken. Wat is het toch lekker, hè? Eigenlijk weet je het zelf ook wel. Het is zo slecht voor je. Het maakt ons ziek. En toch kan je er niet mee ophouden. Je doet het al zo lang. Je bent er helemaal afhankelijk van geworden. Daarom doen we het samen. Tata Steel, Gemoer en Shell, samen naar een rookvrije generatie. Stoptober, de bedrijveneditie. Doe je het niet voor jezelf, dan doe je het voor je omgeving. Voor Jaja en Antoinette, een filmpje. Oh, dat is de Partij voor de Dieren. Is dit de Partij voor de Dieren? Ja, zeker. Hey. Esther Ouwehand. Esther Ouwehand. Daar juichen ze nog. Ja, ze was een rare move. Ja. Toch? Nou, ze bewaarde het spannendste moment voor het laatst. Namelijk? Onverwachts. Ze werd herkozen. Marianne Thieme is inmiddels vragensteller geworden. Ja. Bij Esther Ouwehand. Ja. Ze werd herkozen met overmacht. Heel veel mensen waren gekomen ook naar die bijeenkomst om juist op haar te stemmen. Een soort hart onder de riem. Ja. En toen zei ze van... Ik hou ermee op. Tijdelijk. Tijdelijk, want ik wil dat mensen me echt willen. Ja. Nou, ze wilde dat vooral dat het integriteitsonderzoek... dat bekend werd wat dan het integriteitsprobleem was. Mm. Want ze zou stalinistisch zijn. Dus... Ja, en wat houdt dat in? Dat je miljoenen mensen vermoordt. Ja. Maar jij bent van de dieren, ja, ja, ja. De dierenrechten. Ben jij ook voor de Partij voor de Dieren? Ik heb de laatste keer op de Partij voor de Dieren gestemd, ja. Ja? Ja, op Esther Ouwehand. Dus jij staat hier niet helemaal onbevoordeeld in... Nee, integendeel. Ik vind het oprecht heel jammer. Ze gingen af op 10 zetels. Althans, in de peilingen. Ja, en dan? En dan gebeurt nu dit. En dan, wat bedoel je? Dan is het dus... Ja, dan heb je 10 zetels voor de Partij voor de Dieren. En dan? Ja, dan ben je dus een factor om rekening mee te houden. Ja, maar dat... Ja, maar... Ja. En wat bedoel je er nou mee? Ja, nee, ja. Maar je doet nou net echt serieus of 10 zetels... of dat 1 of 2 zetels zijn. Ik bedoel, wat heeft het CDA nu? Ik bedoel, die regeren mee. 3 tot 5. Ja, nee, in de peilingen, maar nu zeg maar in het demissionaire kabinet. 8, 9. Ja, die hebben ook zoiets. En daar luisteren we wel de hele tijd naar Wopke Hoekstra. Hoezo? Wat is dat? Nou ja, omdat die groter is, ook. Qua lengte. Qua lengte. En, dat is een betere argument. Ik heb ooit een Land- en Tuinbouwschool gedaan. Dus, ja. Ik ben sindsdien volgens mij ook geneigd. Ik kan het niet goed, maar een beetje... dierenleed, het gaat me aan het hart. Ik heb namelijk ooit een keer een kip geslacht. Ik heb het wel eens eerder verteld. En toen vond ik het zo zielig, want je moet dan zo hakken. Maar ik dacht, ach, dan doe ik maar gewoon heel voorzichtig. Maar, oh. Ja. Met een kartelmes ook. En dat was... Dus sindsdien ben ik... En ook toch... de hele tijd even stoppen en aaien, of het goed gaat. Ja, 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 precies. Ja. Nee, maar weet je wat eigenlijk nog het allerergste was? Dat zal ik je vertellen. Je hebt daar toch mee die nieuwe pannenset ingewijd? Dat was toch heerlijk? Ja, naar aanleiding van die kip heb ik die pannenset... Want wat het was, die kip die was eigenlijk te oud. En als een kip te oud is, dan wordt hij niet meer goed. Dan is die taai. Dus eigenlijk is deze hele slachtpartij en dat hele beest voor niks overleden. Want we hebben 1 hap genomen en hij is inderdaad gewoon in de container gegaan. Dus sindsdien ben ik heel erg gespitst op politieke partijen... die zeg maar voor tegen dierenleed zijn. En doe je alleen nog maar kuikentjes? Ik doe alleen maar kuikentjes. Ja. Ik zie een soort scheur in jullie vriendschap. Ja, 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 ja. Ja. Maar waar is er een aanloop? Landbouwschool? Blijkbaar hoop gebeurd. Nou, man. Ik denk, joh, ik zit hier al 20 minuten te marineren. Laat ik ook eens wat zeggen. Ja. Ik vind dat vind ik, stel ik ook zeer op prijs, moet zeggen. Ja. Kijk, voor die €500. Maar hoe kijk je? Oh, krijg jij €500? Ja, ja, ja. Maar hoe kijk jij naar die oude hand, et cetera? Ja, hoe kijk ik ernaar? Ja. Wie ben je dan kijken? Hoe kijk... Ik moet je eerlijk zeggen, ik zie dit nu voor het eerst. Ik had nog al een enerverende week. Ik zal daar niet over uitweiden op televisie. Maar ik heb weinig meegekregen hiervan. Ja, maar dat mag toch? Dat ja. En ik kan me wel voorstellen dat als iemand dan heel erg gaat voor zo'n partij... En dat vind ik zo jammer. Dat vind ik trouwens met heel veel politieke partijen. Je stemt ergens voor en dan doen ze opeens, slaan ze opeens weer een weg in. Dat je denkt, hé, verdorie, ik dacht dat ik het met... Had ik een beetje met Kaag? Ja, ja. Nou, dacht ik, nou hebben we er gevonden. En dan denk je, ah...
na een half jaar. En dat is eigenlijk, heb ik dat nog met alles. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat iemand op een gegeven moment denkt van, nou, ik vind het nou zo'n zootje in politiek Nederland. We gaan voor de Partij van de Dieren. En zelfs daar is het nou gezeik. Ja. Dat is, want waar, ik weet nu echt niet waar ik op moet stemmen. Wat stem jij? Of doe je dat niet, zeg je dat niet op tv? Nou, ik twijfel nog. Het zijn maar twee partijen waar ik wel gecharmeerd van ben. Ik vind wel, als kiezer, vind ik wel in Nederland, moeten ze een beetje realistisch gaan doen. Dat, misschien moet de politie dat ook wat zeggen. Je wordt teleurgesteld. Doe, en dat bedoel ik niet van, maar gewoon stop eens met dat de hele tijd. Er komt een partijprogramma uit met 100 punten. 50 gaan ze weggeven. Want zo werkt democratie. Ja, of we moeten een vorm invoeren. De partij die de meeste stemmen krijgt mag 4 jaar lang al het beleid uitvoeren. Maar anders, ik vind ons kiezers ook vervelend. Het, oh ja, maar dat punt hebben ze niet gedaan. Ja, dat is hoe het systeem gewoon werkt. Stel nou dat er waar ook is vuur is. En dat er wel iets aan de hand is met Esther Ouwehand. Wat dan? Antoinette? Ja, Harm. Nou ja, wat dan? Ik bedoel, als dat ernstig genoeg is, dan zal ze aftreden, denk ik. En dan moet er heel snel iemand nieuw komen. Ja, Pino heeft geen werk meer, hoorde ik. Wat zeg je? Pino heeft geen werk meer, hoorde ik. Oh? Voor de Partij van de Richard heeft een andere krant dan wij. Ja. Heeft een hele andere krant. De Fabeltjeskrant heeft hij helemaal doorgelezen. Afgelopen tijd was er veel te doen rondom de Partij voor de Dieren, met meldingen omtrent integriteitsschending richting Esther Ouwehand, een achterban die voor haar opkwam en een partijbestuur dat daarna aftrad. Zondag was er in dit verhaal een plottwist. Esther Ouwehand trok zich aan het eind van hun congres alsnog terug als lijsttrekker. Ze wil de partij dolgraag leiden, maar dat kan ze naar eigen zeggen alleen doen als ze volledig wordt vrijgepleit van die integriteitsschendingen. Geloof me, als ik was opgestapt na elke zogenaamde vage melding van integriteitsschending of vermeend racisme of antisemitisme of gewelddadig gedrag onder invloed van drugs of stelselmatig seksueel misbruik van jonge kwetsbare stagiaires of het gijzelen en uithongeren van zwervers in mijn garage of het doen van een grote boodschap in de saladeschotel tijdens de lunch of het gooien van dartpijltjes naar de hoofden van de schrijvers die ik niet mag. Dat is echt maar één keer gebeurd. Dan was ik zeker al een keer of 10 ontslagen. Maar dat zal niet gebeuren omdat het bestuur van AvroTros als één man achter mij staat. En niet omdat dat zulke frisse lui zijn. Dat is echt totaal tuig. Maar omdat ik ze chanteer, daar ben ik heel eerlijk over. Als ik hier weg moet, dan sleur ik iedereen mee naar beneden. Naar de hel. Horen jullie dat? Stelletje pedofiele satanisten. Het zou zo leuk zijn als er volgende week nu iemand anders zit. Dat zou zo grappig zijn. Al dat gedoe. Ik gun Esther Ouwehand een beter leven. Minstens 1 ster. Het gedrag bij de Partij voor de Dieren is ook voer voor biologen. In de diepte van het congres verschijnt het alfa-vrouwtje van Partij voor de Dieren. Ze probeert direct contact te maken met haar soortgenoten. Hallo! Als ze merkt dat er weinig respons komt, haalt ze nog meer uit de kast. Hallo allemaal! De mannetjes en vrouwtjes wachten op haar lokroep. Kijk, nu lukt het. Haar doel is om geliefd te zijn. En tegelijkertijd te laten zien wie de baas is binnen dit territorium. Sterker dan ooit. Zij staat op nummer 1. Het is een gewild vrouwtje. Maar dan doet ze iets wat ze niet hadden verwacht. Ik treed tijdelijk terug als lijsttrekker. Ze laat de mannetjes en vrouwtjes verbijsterd achter. En ze druipt af om haar wonden te likken. Direct verschijnt er een alfamannetje om haar taak over te nemen. De strijd is begonnen in het rijk van Partij voor de Dieren. Ja, wordt vervolgd. Voor beide hebben we nog een filmpje. Oké dan, bye! Ik ga meteen zo praten, hè? Ja. Feyenoord. Feyenoord. Nee, dit is... Nee, dit is Ajax. Ja, dit is Ajax dat binnendringt. Ja, dat zou bij Feyenoord nooit. Nee. Nee. Dat zou bij ons in Rotterdam niet gebeuren. Dat doen we niet, hoor. Nee. Het was een soort bestorming van het Capitool, maar dan net niet. Ja. Dat was het, hè? Ja. En met busjes. Altijd 3 dagen na dat nieuws hebben ze dan heel lang naar gezocht. Is er altijd 1 gehandicapte jongen gevonden van 14... Ja. Wiens droom het dan was om Ajax met 8-0 afgedroogd te zien worden. En die dan voortijdig naar huis heeft gemoeten. En het is altijd om het leed nog even extra zo op te koken. Nou,
dit zou ook geen populaire mening zijn, maar waar ik zo moe van werd. Het is allemaal afschuwelijk, bla bla bla. Maar dan kreeg ik die hele dag van Halsema. Ach, en al die huilende kinderen in het stadion. Die huilende kinderen. Dat ik denk, kinderen huilen altijd. Ja, dat is gewoon. Sowieso. Als Ajax in de laatste minuut nog 5-4 gemaakt. En dat kind loopt naar buiten en stoot zijn sinus op, gaat hij ook janken. Wat maakt mij nou huilende kinderen uit? Dat vind ik echt de laatste maatstaf van verdriet. Ja. Hoe kijken we er nou naar? Ik begin even bij Richard. Want, nou ja, het is ben jij van de voetbal? Ik van de voetbal? Ja, nee. Nee. Okay. Nee, maar dat kleurt een beetje. Nou ja, ik kom wel uit voetbalfamilie. Mijn opa en zijn broer waren heel goed. Mijn vader was. En toen ik geboren was, de Nieuwe Cruijff, hè? Maar het is echt. Oh. Ja. Vertel. Nou, ik heb wel. Nou, oké, ik kan nog een keer vertellen. Ik was geboren en dat was echt mijn opa en mijn vader. Die stonden de broer van mijn opa helemaal klaar. Daar hangen voetbalschoentjes boven mijn hemeltje. Er was een voetbalbroekje besteld. En dat was al. Als ik 5 zou worden, ging ik bij de F's bij voetbalvereniging Dirksland. En toen ik geboren ben, was er 's middags ook een feest met muziek, hè, op de voetbalclub. Want iedereen dacht dat niet. Daar komt-ie. Ja, en nou ja, dus ik was 2 en ik ging voor het eerst lopen. Hoe oud ben je als je gaat lopen? Ik, 1 jaar of 5, denk ik, weet het niet. Dus mijn oma en mijn moeder en mijn tante die zagen het lijk al drijven. Dus ik weet ook helemaal niks. Dus ik heb 1 keer gescoord in Oude Tongen via mijn rug in eigen doel. En, maar je hebt wel een fantastische voetbalnaam. Richard Groenendijk is ja, prachtig. Ja, veel beter dan cabaretier. Dat vind ik ook. Goede voetbalnaam. Nee, het was een drama. Ik heb er nooit. Maar wat mij altijd zo opvalt, als dat nu weer gebeurt bij Ajax, is dat de politiek dan roept: nee, maar dit kan echt niet. Ja. Dat zijn dan de koppen. En dat je denkt: oh nee, maar dat is fijn, we zijn er nu uit. Want nu gaan ze roepen dat het niet kan. Ik vind zo'n onzin. Ze roepen allemaal 2 weken: het kan niet. De kinderen zijn de dupe. Dit is geen spelletje. En hiervoor ga je niet naar het stadion. En over 2 weken gebeurt er precies hetzelfde. Ja. Ach, maar ik denk ook. Halsema zegt dan, we moeten net worden opgehangen. Ja. Ik denk, als je het eigen publiek netten tussen het publiek en het veld, dat denk ik gewoon. Ik denk, als het publiek een plezier wil doen, doe gewoon doeken, dat je niks meer ziet. Ja. Gewoon zwarte doeken. Nou ja, kijk, de oplossing is heel simpel. We geven belachelijk veel geld uit en besteden heel veel mankracht om te voorkomen dat 2 groepen van een bepaald denkniveau elkaar niet uitschakelen. Stel, je hebt 40 gasten die daar die draaimolen. Wat is dat, die draaideur in elkaar trappen? Je hebt ze zitten in een cel. Wat doe je ermee? Ja, nou, levenslang stadionverbod. Een meldingsplicht tijdens een wedstrijd. Hoe? Ja, maar ja, het levenslang stadionverbod. Ze kunnen gewoon buiten die deur. Ja, maar dat moet gaan. Dat zei Halsema ook van de week bij Nieuwsuur. Dat moet je doen. Plus handhaven. Dus zorgen dat die mensen inderdaad niet het stadion meer binnenkomen. Dat je daar toezicht. Maar hoe komt het dat het al jaren dan zomaar door kan blijven gaan? Ja, dus Ajax is mijn leven. Nee, maar ja. Ajax. Ja, Jezus, dat is toch. Die hebben ook een seizoen gehad, toch? Dat die trainers hadden dan een strok. Dat is met een 1 erop. Ja. Dat hebben ze niet meer. Want wij zijn de kampioen. En nu even niet. Ja, nu is het 14. Kunnen ze ook doen? Dat ze een 14 ook weer strok. Dat is wel mooi. Maar even wat van Johan Cruijff. Ben jij nou iemand die. Weet jij, interviewt Derksens en dat soort types. En ben jij ook iemand die thuis gewoon lekker naar een sportwedstrijd gaat zitten kijken? Ja, zeker. Je bent volbloed Rotterdamse natuurlijk. Ja, ik ben Rotterdamse. Maar hoe ziet dat er bij jou uit? Ik ben dan wel voor Excelsior, want mijn vader was een echte Ajaxiet. Dus ik vond het te pijnlijk voor hem om voor Feyenoord te worden. Dus ik nam Excelsior. Dat is een clubje waar niemand echt wat tegen kan hebben. Dat is wel lief. Dus ik ben voor Excelsior. Maar dan hoe installeer jij je? Nou, ik heb echt een abonnement op ESPN met de zender. Hoe installeer je? Ik ga gewoon lekker met mijn hond zo. Met de hond? Met de hond en mijn verkering. Knabbeltjes? Ja. Knabbeltjes, nou, een glaasje wijn erbij, zo lekker. Glaasje wijn? Ja, ja. Mooi. Ze gaat Excelsior kijken, dan heb je wel wijn. Welke kant op? Nee, dan heb je wel drank. Ik zeg ook, ben salonsupporter, want daar een hele wedstrijd op Woudestein zitten. En waar zenden ze überhaupt Excelsior uit? Maar jij hebt nog nooit van ESPN gehoord, überhaupt. Je weet helemaal niet wat dat is. Nee, dat klopt. Je denkt dat het een afkorting voor lekker eten is. Nee, dat klopt. Ik denk dat het soort thuisbezorgd, maar dan een andere naam. Ja, dat is het dan. Nee, maar het is nu net of haar man dan bij Excelsior op het veld staat met gewoon de telefoon en dat ze doet FaceTimen. Want ik weet niet waar ze. Nee, lieverd, het wordt gewoon uitgezonden. Het is Eredivisie, hoor. Oh, joh. Nou, ik zeg niks meer. Bizar. Nee, ja, maar Ajax kijken, maar ik weet niet of het dat straks nog komt. Maar, ja, maar... ja, ik heb wat meegenomen. Ja, want dit is thuis, dacht ik. Ja. Nou, ik ben dus in de coronatijd ook bij jullie geweest. Ja. En toen hebben jullie me de hele uitzending eigenlijk gepest met het feit dat ik tokkelroom dronk. Want toen zat ik net in een nieuw huis. Ja.
En dat had ik allemaal bij elkaar gewerkt. En toen zat ik daar partij trots te wezen. Toen kwam corona, werden al mijn klussen afgezet. Wat moet je dan doen? Ga je failliet. Dus ik zat aan mijn mooie kookeiland. Nou ja, dan ga je dus inderdaad tokkelroom drinken. Maar jullie waren toen daar helemaal gek van de tokkelroom ook. Dat hebben jullie ook geproefd. Ik vind het zo goed dat je geen nieuwe fles hebt gekocht, maar gewoon lekker... Nee, ik heb al een slok. Uit de ijskast, de hand. Zelf al stukken. Ik heb al een slokje genomen net. Ja, is... Richard nam nog ik met één slok. Genomen. Ja. Een slokje? Hartstikke. Dit is halve liter is er al uit. Ja, joh, ik ben niet voor niks zo waard. Nee, maar luister. Dus, Harm heeft mij nog wel eens gepest met tokkelroom en zo. En toen was ik dus in heet bij ons gewoon Antoine tokkelroom. Ja, dat snap ik. Ja. Maar hoeveel mensen denk jij dat er aan dit programma meedoen? Nee, ik heb er 5. Ja. Maar toen was ik dus in april was ik in Noord-Italië. En daar hadden ze dus Bombardino op de kaart staan. Ik was heel benieuwd wat het was. Nou, dat is dus nog beter dan Tokkel. Ja, dit is het. Jongen. Geef het even door. Ja, ik heb het idee dat ik in een soort Temptation Island-programma terechtgekomen. Er zit een partij alcohol. Het is eigenlijk dunne advocaat met echt achterlijk veel alcohol. Ja, dit werd ook op de tribune geschreven. Dus ik wou gewoon eigenlijk heel attent zijn en jullie dat dus ook eventjes mee laten maken. Ik zeg tegen Gie, ik hoop dat we genoeg materiaal hebben voor de edit. Ja. Want vanaf nu gaat het bergafwaarts. Nu gaan we aan de zuip. Maar, het is maar dit is... Peter, jij houdt van shotjes en zo, toch? Ja, maar dit is voor mij een overliter, hè? Je moet het even in perspectief zien. Ik heb vingerhoedjes. Dat is mijn shotje. En maximaal 2 glazen in de week, hè? Anders krijg je weer gewoon... Oké. Proost. Soms, maar... Ook lullig voor jullie, maar proost. Er is nog wat over, Ongelooflijk. Het ruikt al veelbelovend. Ja, het is heerlijk. Oh, jongen. Het is dik. En echt veel alcohol, toch? En dat deden ze dan in Italië? Het is wel lekker. In Italië deed ze het warm, met slagroom erop. Dat is niet de bedoeling! Dat was een shotje, sorry. Ja, die... Atte. Dan word je ineens warm, jij hoort toch altijd shotjes? Dat is gewoon altijd geluid, hoor. Ja, het is echt heel lekker, hè? Ah, mensen. Het zat gelijk helemaal in je tenen, vind je? Ik weet niet wat er met mij... Alsof er een kip in je bek loopt te schuiven. Vind je niet lekker? Nee. Het is dik. Hebben we nog een advies tot slot voor Ajax? Want het is Ajax rot slecht. Ajax een raad van maar dat vond ik nou leuk bij Ajax. Dat ze, want dan wilden ze dus, die wedstrijd moest dan verder. Hè. Je kan ook zeggen, joh, met judo heb je dat toch. Dan ga je aftikken als je echt weet van, ik ben gewoon zo de lul. Ja. En dan tik je maar af. Dat is natuurlijk een zwakte bot, maar je kan echt niet anders meer. Ajax had gewoon moeten aftikken natuurlijk zonder. Gewoon zeggen 3-0. Nee, dat waren, ons dat waren ze ook aan het doen, maar dat noemen zij verdedigen. Dus zij waren zo... Ja. Ajax verkeert in diepe crisis. De wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord is gestaakt nadat de vuurwerk op het veld werd gegooid door de F-side. Hooligans vernielden na afloop de hoofdingang van de arena, waarna de ME werd ingezet. Technisch directeur Sven Mislintat is dezelfde dag ontslagen. Hij gaf meer dan 100 miljoen euro uit aan nieuwe spelers die voornamelijk op de bank zitten. Ook zou hij spelers hebben gekocht van een zakenrelatie. Woensdag werd de wedstrijd alsnog uitgespeeld en eindigde in 0-4. De politie kon helaas tijdens de rellen alleen maar paarden inzetten, want alle waterkanonnen stonden op de A12 klimaatdemonstranten weg te spuiten. De hooligans gooiden na afloop geheel volgens het Ajax-gevoel met stenen naar de politie. Ze hebben dus niks geraakt. Wel heel slim om vuurwerk te gooien zodat de wedstrijd gestaakt wordt om een grote drama te voorkomen. Hadden we dat maar bij het Songfestival gedaan. Kijk even naar de stand. Een hond in Frankrijk heeft tijdens een wandeling een kistje opgegraven met 400.000 euro erin. En hier is het 4-4. Aha, zo, dat is lekker voor je shotje dopamine, hè? Oh, wil je meer? Word lid, like en abonneer. Dropbox je later.